Welkom bij deze kerstnachtdienst online 2020. Geniet van creativiteit, zang en inspiratie. Enjoy, yes? Aardbevingen, scheuren in huizen en Groningers die zich niet meer veilig voelen. Het coronavirus. But I am only against the fake news media or press. Fake, fake. They have to leave that word. Massaal, in een iedereen zit binnen en vermijdt contact. The Arctic is disappearing. And... geen gemakkelijke boodschap. Good to interrupt the violence. And a new door. The form justice consumed. Is zwaar beschadigd. Die met... het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige week mee rekenen. Daarom gaat Nederland in lockdown. Dat we niet te maken hebben met een onschuldige griep, wat sommigen, bijvoorbeeld de demonstranten hier buiten, nog steeds denken. Nog overeind. Hey, van harte welkom bij deze bijzondere kerstnachtdienst van City Life Church Assen. We zijn zo blij dat jij er bent en we zijn zo dankbaar dat wij met jou kerst mogen vieren. Maar wat een bijzonder jaar is dit. Alles gaat anders. Normaal hebben we hier 3 kerstnachtdiensten vol met mensen. Misschien zouden we dit jaar een vierde doen. En in één keer, nu met de maatregelen, zitten we allemaal thuis via livestream te kijken. Maar ook, je zag net in de video wat er wereldwijd gebeurt. Zoveel onrust als je kijkt naar bosbranden, corona, protesten in elk land. Ook wat dichter bij huis als je naar Nederland kijkt. Ik schrik soms wat ik zie. Pas geleden nog supermarkten die worden opgeblazen en kinderen die met messen rondlopen. Maar tegelijkertijd denk ik wel eens, de meeste onrust en teleurstelling die we zien, is misschien niet buiten ons, maar juist in onszelf. Er is zoveel onrust, paniek in de harten van mensen. En waarom ik dan juist zo blij ben met kerst is, hey, ook al moeten we kerst anders vieren en ook jij thuis vanwege de maatregelen, de boodschap van kerst blijft nog steeds hetzelfde. Matteüs 1 vers 23. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Wat ik zo mooi vind aan kerst is dat het een blijk van Gods liefde voor ons allemaal is. God bewijst zijn liefde juist met kerst. God komt niet met een straf uit de hemel of met vuur en bliksem om ons te straffen. Nee, er kwam iets anders uit de hemel. Van God zelf. Een kindje. Zijn eigen zoon, een babytje. Zo onschuldig en zo krachtig. Dat is onze koning. There is a king. En daarom denk ik, juist nu dit jaar, dat echte vrede wat hij kan brengen. Maar echte vrede is niet de afwezigheid van problemen of onrust. Maar echte vrede is de aanwezigheid van deze koning in jouw en mijn leven. Hey, ik hoop dat je klaar bent voor deze dienst. We gaan lekker los. Ik hoor ze binnen al bezig. Dus ga lekker mee naar binnen. Zing mee en dan zie ik je straks daar weer. Geniet ervan.
Hey, te gek om zo op kerstnacht samen te komen, om prachtige nummers te zingen. En tegelijkertijd om samen de Bijbel te openen en het kerstverhaal te lezen. Dat doen we elk jaar en wat ik zo bijzonder vind, het is elk jaar hetzelfde kerstverhaal. De geboorte van Jezus, maar toch elk jaar spreekt God op zo'n specifieke manier tot ons allemaal. Dus ik wil een paar versen lezen uit Lucas 2, vers 10 tot 13. Daar staat, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen. Het staat hier zo mooi, goed nieuws, vrede op aarde voor alle mensen. Maar heel eerlijk, als je kijkt naar het kerstverhaal en je zoomt in op de personages, het lijkt raar als ik het zo zeg, maar het was eerder één grote teleurstelling. Zoveel mensen hadden te maken met teleurstelling. Als we eerst kijken naar Jozef, een jonge man, verloofd met zijn schatje, Maria. En in één keer hoorde hij dat Maria zwanger was. Op zich in verwachting zijn is iets heel moois. Alleen het probleem was, het was niet van hem. Wauw, weet je, wat een teleurstelling. Wat gebeurt hier? Zo begon het kerstverhaal. En dan later als we inzoomen op Maria. Je kent het verhaal. Dat zij een enorme lange reis moesten maken vanuit hun woonplaats naar Bethlehem. Alleen maar omdat koning Herodes wou weten hoeveel mensen in zijn land woonden, ging hij een volkstelling houden. En dat moest allemaal, iedereen moest naar zijn eigen geboorteplaats. Hoogzwanger en dan moest ze een lange reis afleggen. En dan kom je daar aan. Kun je je voorstellen dat je daar aankomt, hoogzwanger en er is geen plek om te rusten? Ik kan me voorstellen dat zij ten eerste misschien teleurgesteld was in God. Van, God, hallo, ik ben zwanger van uw zoon. Een beetje meedenken zou handig zijn. Had u geen plekje kunnen regelen? Had u niet iets kunnen bedenken? Wat een teleurstelling. Maar tegelijkertijd, niemand deed zijn of haar deur open. En dan denk ik wel eens aan ons eigen leven. Van hoe makkelijk is het om onze deur gesloten te houden voor een nood van de ander? Ja, met kerst willen we wel eens iets doen voor een ander, maar de rest van het jaar? Ik ga er niet te lang op door. Maar laten we onze deur openen voor elkaar. Dit is zo'n enorme teleurstelling ook voor haar. Maar niet alleen Jozef en Maria. Ik moest ook denken aan de dieren in die stal. Weet je, die hebben ook kerst. Die hadden ook zin in een lekkere kerstmaal. Een voederbak gevuld met hooi en verse groenten. En dan ligt daar een kind in. Ah, wat een teleurstelling. Nou, dit stukje was niet helemaal Bijbels. Maar wat wel Bijbels is, en daar wil ik eigenlijk op inzoomen deze avond, is juist het verhaal van de wijzen. Wekenlang waren zij onderweg. Zij hadden in de verte hadden zij de ster gezien. En zij wisten, wauw, dit is een bijzondere koning. Deze koning willen wij eer brengen. Wekenlang waren ze onderweg. Ze waren zelfs al voordat Jozef en Maria richting Bethlehem gingen, waren zij al onderweg. Dag en nacht reizen. En vooral nachten, omdat zij een ster volgden. Dus overdag dwaalden ze een beetje rond misschien. Maar 's nachts, als ze de ster zagen, gingen ze weer verder. En ik kan me zo voorstellen, als je weken onderweg bent, dat je je vult met verwachting. En met, wauw, dit moet groot zijn. In een paleis misschien. En weet je, we gaan de koning opzoeken. En ze hadden dure geschenken mee, omdat ze de verwachting hadden dat ze met chique mensen te maken kregen. En uiteindelijk, ze kwamen in de buurt. En ze gingen naar het paleis. Dat was een eerste teleurstelling. Daar was hij niet. Weet je, vanuit het paleis trokken ze verder. Vanuit de grote stad, het platteland op. Misschien een beetje vanuit Assen, Drenthe, de dorpen in. Het platteland op. Weet je, en uiteindelijk kwamen ze in het dorpje Bethlehem aan. En ik kan me zo voorstellen dat ze heuvel over heuvel en ze kwamen steeds dichter bij de ster. En uiteindelijk het laatste heuveltje. Hé jongens, we zijn er bijna. En dan in één keer, de ster stond stil. En zij zagen de plek waar de koning geboren was. Wat een teleurstelling. Een stal. Weet je, zo'n enorme grote ster. En dan een stal? Serieus? Ik kan me ergens voorstellen dat je dan elkaar aanstoot en zegt, jongens, ik weet niet wat het is, maar weet je, omdraaien, we gaan weer terug. Helaas, we hebben het geprobeerd, maar dit is niet wat we verwachten. Dus wat je ziet, je volgt een ster en je ziet een stal. Wat een teleurstelling moet dat zijn als je wekenlang onderweg bent. En soms denk ik, weet je, wat herkenbaar voor onze levens. Teleurstelling. Teleurstelling is eigenlijk het gat tussen verwachting en realiteit. Dus ten eerste, je verwacht wat. Je verwacht een paleis en een chique kring van mensen. En de realiteit is een stal. Wow, wat een teleurstelling. Dit jaar, januari, goede voornemens.
februari, weet je, we gaan ervoor. Je hebt zo'n verwachting voor dit jaar. En dan komt maart, bam, corona, weet je, lockdown. Dit is de realiteit. Wat een teleurstelling. Kerst vieren. Je hebt zo'n verlangen. Je hoopt dat het met in de zomervakantie over zou zijn. En dan komt er de tweede golf. Je hebt zo'n verwachting. En dit is de realiteit. Wat een teleurstelling. We kunnen dit meemaken in relaties met mensen. Dat je iets verwacht en dit is de realiteit. En weet je, mensen laten je barsten. Je kunt het hebben met God. Je bidt ergens voor, je verwacht dit. En voor je gevoel gebeurt dit. Teleurstelling is zoiets menselijks. Maar wat doe je? Wat doen we midden in teleurstelling? Wat doen we als we het gevoel hebben dat we niet verder kunnen? Nou, ik denk dat het inspirerend is om in te zoomen nogmaals op de reactie van de wijzen. Want de wijzen hadden alle reden om teleurgesteld te zijn. Ze kwamen eraan, volgden wekenlange ster, enorme verwachting, zien een stal. Ze hadden kunnen zeggen van, berg dat goud maar weer op. En die mirre ook, veel te duur. Ik denk dat ze daar in die stal niks aan hebben. Weet je, laten we een strobal meenemen en een hark en een snoeischaar. Misschien is dat meer gepast. We gaan even naar binnen en dan gaan we weer terug. Dat zou een reactie kunnen zijn. Maar toch was dat niet zo. Kijk maar eens mee. Matteüs 2, vers 9. Daar staat, nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Wauw, ze hadden alle reden om teleurgesteld te zijn en toch gebeurde dat niet. Sterker nog, ze werden vervuld met diepe vreugde. Hoe kan dat? Waarom? Dat kwam omdat ze niet keken naar een stal, maar ze zochten naar een koning. Ze keken niet naar een stal, maar ze zochten een koning. Wauw. Weet je, het maakte hun niet uit of deze koning geboren was in een paleis, of in een stal, of onder een hunebed. Daar ging het hun helemaal niet om. Weet je, zij zagen een ster en hun verwachting was, hey, we volgen een ster en we zoeken een koning. Weet je, en dat was de realiteit waar zij op kwamen. Weet je, er was helemaal geen teleurstelling. Er was juist, wauw, zoveel meer. Er was zelfs diepe vreugde. Dus de vraag is, wat zoek jij? Wat verwachten wij? Verwachten we een paleis of verwachten wij de koning te zien? Zij zagen een stal en ze werden vervuld met diepe vreugde. Het ging helemaal niet om die stal, maar het ging om het kindje in die stal. There is a king. En met alles wat er dit jaar gebeurt, kan ik me voorstellen dat we soms dat kindje even uit oog kunnen verliezen. Ze waren hiervoor in het paleis geweest, de wijzen. En daar waren de schriftgeleerden. Die kenden de schriften. Die kenden de heilige boeken. Maar toch, zelfs deze schriftgeleerden, zij konden precies aangeven waar de Messias geboren was, in Bethlehem. En dan denk ik, het was zo makkelijk om met de wijzen, dat kleine stukje van Jeruzalem, mee te gaan naar Bethlehem om de koning te ontmoeten. En toch deden de schriftgeleerden dat niet. Dat terwijl ze wisten dat de koning geboren was. Ze lazen de heilige boeken, maar ze zochten niet naar hun redder. Je kunt heel religieus zijn en toch de koning missen. Zelfs Abraham. Weet je, dit kunnen we allemaal hebben. We kunnen soms allemaal dat kindje even uit oog zijn verloren. Degene waar het helemaal om gaat. Zelfs Abraham, de grote aartsvader. God had een enorme belofte van een groot volk voor hem gedaan. En toch daarna zie je hoofdstuk na hoofdstuk zie je alleen maar teleurstelling. En ik kan me voorstellen, en dat gebeurt, dat op een deur komt Abraham bij God en die zegt van, God, wacht even, we moeten even praten, dit gaat niet werken. U heeft mij dit beloofd, dit verwacht ik, en ik mag dit verwachten omdat dit uw belofte voor mij was. Maar de realiteit is dit. Wat een teleurstelling. Strijd en onrust binnen familie, zoveel dingen. En wat ik dan zo mooi vind. Weet je wat God doet? God zei tegen Abraham, weet je, stil. Even stil zijn. Kom even mee naar buiten. Ik wil je wat laten zien. En ze stonden buiten. En weet je wat God tegen hem zei? Kijk omhoog. Kijk omhoog. En hij zag een hemel vol met sterren. En God zei, weet je, zo groot, zoveel sterren. Zo groot zou je nageslacht zijn. En ik denk dat God dat ook wel eens tegen jou en mij zegt. Juist in deze tijd van teleurstelling en onrust. De wijzen zouden het zeggen. Abraham zou het zeggen. God zou het zeggen. Hey, kijk eens omhoog. Als wij om ons heen kijken, kunnen we zoveel onrust zien. We kunnen een stal zien, terwijl we een paleis verwachten. De wijzen zullen zeggen, hey, kijk omhoog, kijk naar de ster, verwacht een koning. Laat dat je verwachting zijn. We kunnen zo druk zijn in deze tijd met zoveel verschillende dingen. Goede dingen op zich. Hoe vieren we kerst? Wat zijn de maatregelen? Er kunnen zoveel dingen gaande zijn. En toch, net als de schriftgeleerden, net als zoveel andere mensen, kunnen we het allerbelangrijkste vergeten. En dat is het kindje
van alles wat we hebben gedaan, ook in deze dienst, uiteindelijk, het gaat om Jezus. There is the King, een koning. Ik moest hierbij denken aan een heel mooi voorbeeld van mensen waar ik heel veel van houd. Lang geleden kregen zij een kindje, er werd een kindje geboren. En zij hadden de gewoonte om een kindje te laten dopen bij hun in de kerk. Dus wat deden zij? Op die zondagochtend gingen ze alles klaarmaken, alles klaarzetten. Kindje in de doopjurk, alles in de auto. En ze zaten in de auto en ze zaten na te denken. Ik heb het gevoel alsof ik iets vergeten ben. En ze keken om zich heen en... Oh ja, natuurlijk, we zijn iets vergeten. Het kindje ligt nog binnen. Ja, het kan gebeuren. Het zijn hele lieve mensen. Ik ga niet zeggen wie het zijn, maar ik heb mijn ouders al lang vergeven. Pijnlijk, zo zie je ook dat ik ook met teleurstelling te maken heb. Neem het ze niet kwalijk. Maar soms kan dit zo herkenbaar zijn voor ons in deze kerst. We kunnen zo druk zijn met zoveel dingen en vergeten waar het echt om gaat. Eigenlijk doen we misschien onbewust hetzelfde. Dat we het kindje vergeten. Uiteindelijk alles draait om Jezus. Hij is de koning, there is the king. Dus ja, ik ben ook moe aan het eind van het jaar. Ik ben moe van maatregelen. Ik ben moe van zoveel dingen. Ik heb ook teleurstelling, zoals we allemaal hebben. Maar ik geloof dat Abraham en ook de wijzen zouden tegen jou en mij zeggen. Hey, soms verliezen we misschien even het kindje uit het oog. Geef niet, voel je niet schuldig. Maar zij zouden tegen jou en mij zeggen, kijk omhoog. Want daar komt onze hulp vandaan. Ik sluit af met Matteüs 2 vers 11. Daar staat, ze wierpen, dat zijn de wijzen. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden. En boden het kind geschenken aan. Goud, wierook en mirre. Kerst is zo'n mooi feest. Want het laat zien dat God zelf in zijn schepping kwam. Met kerst, Emmanuel, laat God zien. Jij bent niet alleen, ik ben niet alleen. Emmanuel, God is met ons. Ondanks alles wat er om ons heen gebeurt. En hoe mooi, hoeveel mooier kunnen wij dit woord afsluiten dan juist gaan luisteren naar iemand die dit, wat ik net gedeeld heb, heeft ervaren in haar eigen leven. We gaan luisteren naar een prachtig nummer, dus doe lekker mee. En daarna komt een heel mooi getuigenis van Angela. En Angela vertelt heel eerlijk over teleurstelling in haar eigen leven, maar zij laat ook zien hoe zij midden in die teleurstelling zocht naar dat kindje, zocht naar haar hoop. Round and firm.
Mijn naam is Angela en een paar jaar geleden leek het geluk mij toe te lachen. Getrouwd, moeder van een prachtige dochter en zwanger van een zoontje. Actief binnen een hele fijne kerk en ik had een rijk sociaal leven. Aan het eind van mijn tweede zwangerschap begon mijn huwelijk te verslechteren en begon het verbale geweld. Een week na de geboorte van mijn zoontje bleek hij een huilbaby te zijn. Ik kon na de keizersnede amper draaien in bed, maar stond er direct alleen voor. De situatie escaleerde volledig en mijn zoontje moest zelfs een paar keer worden opgenomen vanwege de onveilige thuissituatie. Mijn moederhart werd gebroken en ik voelde mij ontzettend machteloos. Na een paar maanden was de sfeer nog net zo gespannen en verloor ik ook nog eens mijn andere veilige thuis. Mijn kerk hield plotseling op te bestaan. Dit was voor mij een enorme teleurstelling en de relatie met een aantal vriendinnen bekoelde. Mijn wereld stortte nog verder in en ik kon alleen nog maar overleven. Het enige gebed wat ik nog uit kon brengen was: Heer, help mij. Uiteindelijk bouwde zich een kracht in mij op en ik begon te praten over mijn thuissituatie.
Vriendschappen werden voorzichtig hersteld. Schaamte over mijn thuissituatie had mij zo vereenzaamd. Gelukkig zette God op het juiste moment mensen om mij heen en die konden mij helpen. Met deze hulp lukte het mij om samen met de kinderen uit de situatie te stappen. Ik had professionele hulp ingeschakeld en ik begon mij snel een stuk beter te voelen. Ik had al zoveel verdriet gehad. In mijn beleving was ik klaar voor een nieuw leven en kreeg al vrij snel een nieuwe relatie. Ondertussen had ik steeds een soort spanning in mijn buik en ik weet daar van alles en nog wat. Maar tijdens een wintersportvakantie wist ik diep van binnen dat mijn lijf protesteerde. Ik wilde deze pijn en onrust niet voelen, omdat ik niet wist wat ik ermee moest. Ik las tijdens een vakantie een boekje van David de Vos, Op reis door je hart. En toen ging ik bidden om Jezus mijn hart te laten helen. Ik besefte mij toen nog niet wat er in gang was gezet. In maart brak corona uit. Ik kon niet meer naar mijn werk. De kinderen waren de hele dag thuis. Mijn relatie werd verbroken. Ik was totaal van de kaart. Ik kon de spanning in mijn buik niet meer onder controle houden. De pijn, angst en het verdriet wat naar boven kwam, kon ik niet aan. Ik was al een jaar niet meer naar de kerk geweest en leefde daardoor minder met God. Ik begon te vertrouwen op mijn eigen kunnen. En ik vond mezelf natuurlijk niet sterk genoeg. Na een week oxazepam vroeg ik de psycholoog om betere medicijnen, waardoor ik vooral niet te veel zou voelen en op de been kon blijven om voor mijn kinderen te zorgen. Eerste paasdag voelde ik mij zo intens naar dat ik even op bed ging liggen en op dat moment realiseerde ik mij dat ik niet meer wilde leven. Gelukkig ontvlamde er weer een kracht in mij en besefte ik dat dit gevoel een bijwerking van de medicijnen moest zijn. 'S Avonds luisterde ik voor het eerst een preek van City Life Church Assen en het ging over een vastloper. Nou, die van mij kon niet groter. Ik werd zo geraakt en werd uit mijn omstandigheden gehaald en voelde met God weer perspectief. Ik hoef niet te vertrouwen op mijn eigen kunnen, maar samen met Jezus kan ik dit aan. Ik werd elke week verder opgebouwd door de preken en tijdens gesprekken met een christelijke psycholoog werd mij duidelijk dat ik altijd het mooie in een ander zie en door gedrag heen kan kijken, maar voor mijzelf was ik keihard. Door haar begon ik te leren om mijzelf te vergeven en vooral lief te hebben. In mijn beleving was ik nu na een paar maanden wel echt hersteld en de relatie van begin dit jaar herstelde zich na een rustpauze. Helaas liep dit weer uit op een enorme teleurstelling. Gelukkig was ik een stuk sterker geworden en begon ik in te zien dat ik zelf ook nog steeds niet klaar was voor een relatie. Hoe sterk ik verstandelijk ook op allerlei gebieden ontwikkeld was, van binnen was ik nog steeds een beschadigd meisje die erg onzeker was geworden door alle gebeurtenissen in mijn leven. Ik heb toen de keuze gemaakt om afhankelijk te zijn van Jezus en Hem mijn hart te laten helen. Ik zocht onbewust toch nog bevestiging in een relatie. Dit gaf mij voor korte tijd afleiding, maar de pijn, angst en eenzaamheid zouden terug blijven keren als ik niet zou kiezen voor herstel. Door deze keuze heeft God een vrede in mijn hart teruggelegd die mijn verstand te boven gaat. In plaats van te vluchten voor de pijn en onrust, word ik nu geheeld en het leven is nu al veel mooier. Ondanks het verdriet waar ik nu doorheen ga, leef ik in het hier en nu. Ik voel mij inmiddels weer een goede moeder. Ik ben super dankbaar voor mijn fijne kerk en mijn vriendschappen zijn intenser dan ooit. Ook heb ik mijn hart aan het mooie Assen verloren en heb hier een huis voor mij en de kinderen gekocht. In 2021 ga ik hier een nieuwe start maken en God heeft het afgelopen jaar heel veel lieve mensen om mij heen gezet die mij hierbij gaan helpen. Ik heb een enorm vertrouwen in de toekomst, omdat ik die in zijn handen mag leggen. Receive Him now.
where there is praise, he will inhabit, and there'll be praise and mercy all around. Every burden will be lifted in his presence. Every trophy will be laid down at his feet. There is a name that reigns above all others. Jesus Christ, the King above all kings. Dat. There is the King. Ik denk dat het heel mooi is als we zo bijna aan het eind komen, nog niet helemaal aan het eind, maar dat we een moment nemen van gebed. Uiteindelijk, we hebben heel veel gezegd, we hebben heel veel gehoord, maar uiteindelijk is de vraag, en daar willen we graag voor bidden, is of die koning ook jouw koning mag zijn. Weet je, hij is degene die hoop brengt. Jouw hoop is net zo sterk als degene of diegene op wie jij het hebt gevestigd. Dus waar vestig jij jouw hoop op? Let onze hoop vestigen op Jezus. Als jij hier zit en je zegt van, hey, weet je, juist in deze tijd van onrust wil ik niets liever dan mijn hoop vestigen op Hem. Dan willen we graag voor je bidden. Dus laten we samen afsluiten met gebed.
Ja, zeker mooi. Mooi dat wij mogen ook bij God komen. Hij is een God voor iedereen. En wat mooi is, zijn geschenk, zijn zoon is voor alle mensen, voor jou en voor mij. Misschien heb je die gebed al gedaan, maar misschien niet. Neem de kans vandaag. Het is de moment voor jou en voor mij om bij Hem te komen. Zullen we samen bidden? Lieve Vader, dank u wel dat wij mogen bij u komen. Wij mogen u danken voor uw Zoon, Jezus. Wij mogen danken voor kerst die wij vieren samen. Die meer dan alleen maar lichtjes dan eten. Dat is een moment dat wij mogen beseffen hoe u voor ons houdt, Vader. U houdt zoveel van ons dat u heeft uw eigen Zoon aan ons gegeven. Dank u wel dat wij mogen deze moment nemen om bij u te komen. U te vragen, kom in ons leven, kom in ons hart. Geef ons uw vrede. In zo'n onrustig tijd, bidden dat alle vrede die alleen door u komt in alle huizen mogen nu zijn, Vader. Uw liefde, dat iedere van ons mogen beseffen dat wij geliefden zijn door u. Dat u bij ons bent, uw belofte was en nog steeds is dat u zou elke dag bij ons zijn, Vader. Zeggen alle mensen thuis die meekijken nu, die misschien die later gaan nog kijken, dat ze mogen weten dat ze niet alleen zijn met kerst. Dat deze, niet alleen deze dag, maar elke dag van ons leven, dat wij mogen bij u komen en weten dat u van ons houdt. Zegen iedere Vader in Jezus' naam met uw liefde, met uw bescherming, met gezondheid, met een ja die wij mogen wandelen en leven met u en weten dat u altijd met ons bent. Ik zeg jullie allemaal in Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, zo bijna aan het eind willen we graag nog even twee korte dingen delen. Het allereerste is, dit was een hele mooie stream, maar morgen en overmorgen zijn er nog speciale kids kerststreams. Wist jij dat al? Zo leuk. Weet je, de teams hebben zoveel werk geïnvesteerd in deze streams, maar ook in de kidsteams. Dus morgen vroeg om 9:30 en tweede kerstdag 9:30, twee dezelfde streams op twee dagen. Maar kijk vooral mee. Daarnaast hebben we natuurlijk elke zondag om 9:30 Kids Church. Een korte stream van 1/2 uur voor alle kinderen. Dus kom een keertje kijken. Opa's en oma's ook. Zeker. Opa's en oma's mogen meekijken met de kids team. Is allemaal een beetje kind. Maar om 11:30 is het de stream van onze dienst. Dus we hopen je daar een keer te zien. Als tweede, wat we heel mooi vinden. Normaal gaan we lekker buiten glühwein drinken. Warme chocolademelk. Nu moet dat digitaal. Ik weet niet hoe je digitaal glühwein drinkt. Maar we komen elk jaar, maken we het mee, dat er gasten komen die gewoon even willen napraten. Nou, speciaal voor jullie hebben we via salesassen.tv of via Facebook in de chat staat een link. Als jij nou nieuw bent en je wil even doorpraten over de dienst, of je bent geïnteresseerd in de kerk en je wil even wat meer weten, druk even op de link en wij willen heel graag kennis maken met jou en jou beter leren kennen. Zo kom je in een kleine groep terecht met nieuwe mensen en wat mensen van de kerk, zodat we even kunnen doorkletsen. Hey, zo afsluitend, we willen gewoon even namens ons zeggen, wij zijn zo super trots op dit enorme team die zoveel tijd heeft gestoken en alles ging anders dit jaar. Maar we zijn jullie zo dankbaar, alle mensen thuis en wij ook, voor al het werk wat jullie erin hebben gestoken. Dus laten we namens iedereen even die nu meekijkt, even een applausje vanuit waar je nu kijkt, voor al het werk. Zo mooi om zo samen kerst te vieren. Maar eigenlijk willen we namens ons en namens het hele CLC-team, willen we jullie hele goede kerstdagen en een fantastisch nieuwjaar alvast toewensen. God zegen, bedankt dat jullie er waren. Maar we zouden CLC niet zijn als we niet zouden afsluiten met een enorme klapper. Dus gooi je haar los, ga lekker staan en doe mee met dit allerlaatste nummer. Voor hem. Okay.
I need your love, I don't want.